Kun je in het kort uitleggen waar het boek over gaat? Ja, het is het onderduikverhaal van twee Joodse meisjes in Usselo, waar we nu zijn. Of in Boekelo, waar we nu zijn. 2 jaar en 7 maanden zaten ze ondergedoken bij een boerenfamilie. Familie Oosterveld. En op 1 april 1945 zijn ze bevrijd na die periode van 2 jaar en 7 maanden. Het gaat om een meisje, Annie de Leeuw, van 10 jaar toen ze ondergedoken was. En haar zus van 20 jaar, Sini. Ik heb geschreven voor mijn dochters, die waren toen 7 en 9. Toen dacht ik, ik wil voor hun opschrijven, dat was het idee van mijn man eigenlijk. Wat voor soort leven hun moeder had als klein kind die per ongeluk in een Joods gezin was geboren. Hitler haatte bijna iedereen. En hoe een kind, ik als klein kind, mijn kindernaam was Annie, Johanna is mijn volwassen naam. Hoe die daarmee omging om bijna 3 jaar lang in een kamertje te zitten met haar zuster die 10 jaar ouder was. Hoe heeft u die tijd als kind ervaren, wat u beschrijft in uw boek? Gek, helemaal gek. Waarom moet ik binnen blijven? Begrijp ik niet goed. Zelfs honden mogen buiten lopen. En na de oorlog vond ik uit dat de restaurants schreven Joden en honden niet gewenst. We werden een beetje op één. Hoe gek en hoe afgrijzelijk en hoe unfair. Donderdag wordt het boek gepresenteerd. Ja. En dan wordt ook de Joanna Rees Award geïntroduceerd. Wat is precies die award? Dat is een prijs, een onderscheiding voor jonge mensen tot 35 jaar ongeveer. Die dappere dingen doen, die het lef hebben om tegen de autoriteiten in te gaan. Die zou die prijs moeten krijgen.